Charlie. 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 Ja, ik weet wat jij denkt, Nicky Simon, Nederlandstalige popmuziek, tweestemmig. Ja, dat klopt ook allemaal. Maar luister, ik stel gewoon voor dat je alle commentaren van de andere coach even aanhoort. Ons eraan een high five geeft. En dan gaan we in één rechte lijn naar de finale met jou. Bedankt voor een stukje waanzinnig entertainment. Het was ook echt na de eerste inzet draaiden we allemaal om. En ja, dat heb ik niet gezien. Wij net iets eerder. En wij waren inderdaad net de eerste. Maar je staat er zo relaxed. Het is echt fantastisch. Nogmaals bedankt. En zou jij misschien mij willen coachen? Nou, dankjewel. Charlie, allereerst heel veel respect dat je gewoon meedoet. Ik vroeg me altijd af, hoe komt het nou dat niet verder komt? Ja. En dan sta je hier, gewoon al vader van inmiddels twee kinderen. Ja. Ja. En je denkt, ik ga het gewoon doen. Ik ga meedoen aan de Voice. En daar heb ik dit soort dingen? Omdat dit een collega is die we al heel vaak, tenminste, ken je al heel lang. Gehad. Charlie, let me niet op hun. Luister. Oh, je mag al Charlie zeggen. Ik vind het ontzettend. Ik vind het helemaal te gek dat je dit doet. Dit gaat jou heel ver brengen. Het is het zoeken naar het juiste repertoire met de juiste mensen om je heen. Daar kan ik je heel goed bij helpen. Dit was een auditie waarvan je later denkt, wat ben ik blij dat ik dit gedaan heb. Want alles was goed. En wat belangrijk is bij muziek is overtuigen. Dat heb je van de eerste tot de laatste minuut gedaan. En ik word echt gek als je niet bij mij komt. Ik vreet de schoen op. Nee, luister. Charlie. Serieus. En je hebt mij zelfs verrast en ik ken je. Ja. Maar dat dit er nog in zat, dan denk ik, ja jongen. Jij ook al. Dit wordt echt. Dit ga je op eigen kracht heel ver brengen. Ja. Ja, ik denk ook dat je net iets hebt meegemaakt wat je leven gaat veranderen. Ik ken je niet, in tegenstelling tot hun. Maar misschien kan het wel een heel groot voordeel zijn. We beginnen met een schone lei. En ik denk niet dat ik je heel veel hoef te leren. Maar ik denk wel dat ik je aan de juiste mensen kan voorstellen. En de juiste tools kan bieden. Ja, maar die ken ik ook. Die kennen we allemaal. Ja. Ik denk dat we gewoon op zoek moeten gaan naar een goed repertoire. En dat het... Ja, de performance, uitspraak, je uitstraling, de songkeuze, het klopt helemaal. En ik ben heel erg enthousiast en ik zou je heel graag aan mijn team willen toevoegen. Misschien had je al een good feeling bij wie je in het team wilde toen jij opkwam lopen. Nee, ik vind het... ik weet het echt niet. Ik weet wat ik moet kiezen, maar dat zijn natuurlijk vier hele mooie verhalen. En ik geloof ook dat jullie het menen ook, dus ja, dat is... Ja, dat geloof ik echt, maar ik vind het echt heel erg moeilijk. Ik moet er gewoon iets... Ik vind het echt heel erg moeilijk. Ik had dit moment echt niet willen hebben. Missen? Ja, missen. Nee, dit is moeilijker dan gewoon, dit is het en die kies je dan ook. Charlie! Ik weet het, ja. Het is, ik... Voor wie hoop je dat hij kiest? Ik kies hem. Ja?
Noem gewoon twee namen. Nick en Simon. Ja! Van de dag vrij. Lekker hoor. Jammer. Yeah. High five. Wat is dit te gek zeg. Ja. Oh, ik wist eerst niet wat me overkwam. Nee, toen vertel. Wist ik ook niet. Ik heb heel lang, ik weet niet hoe lang ik gestaan heb om te kiezen wie van de coaches. We zijn inmiddels een half uur verder, maar ja, het maakt niet uit. Ik kon het echt niet. Ik had van tevoren gedacht, oké, diegene die het eerste drukt. En ja, dat was Nick en Simon drukte dan eerder dan de ander, maar dat heb ik niet gezien. Ik stond net zo. Ja. En ja. Dus dat is, ja, dat klinkt heel stom, maar ik. Maar wat gebeurt er dan in je hersenpan? Dat klinkt heel gek, maar dat is dus dan kortsluiting of zo, denk ik. Ja, dit, na zoveel jaar, na alles wat je gedaan hebt, dit is toch echt jouw moment nu? Ja, dat is wel echt, dit is helemaal te gek. Ga er lekker van genieten. Ja, dankjewel. See you in the battles. Yep. Charlie kan met goed nieuws en een gerust hart terug naar huis. En we zien hem hopelijk zonder kortsluiting tijdens de battle.